Aquarius Workshop, de waarheid over nederigheid begrijpen. Ik begin met een citaat uit padwerklezing 232. Het is erg bezijden de waarheid te denken dat degene die zo min over zichzelf denkt, nederig en goed is. Dit is een van de vele dualistische misvattingen waar jullie wereld vol van is. Zichzelf onderwaarderen wordt gelijkgesteld met nederigheid en goedheid en zichzelf op waarde schatten met trots en arrogantie. Niets is verder van de waarheid. Einde citaat uit padwerklezing 232 met als titel Wezenlijke waarde en schijnwaarde. Er bestaan bij iedereen zoveel misvattingen over de echte betekenis van de goddelijke kracht nederigheid. Een nederige houding wordt collectief verward met onderworpenheid, zichzelf wegcijferen, slaafsheid, slijmerigheid, onderdanigheid en met zelfverwerping. Niets is minder waar. De waarheid is dat een nederig persoon de moedige houding heeft om zichzelf met alle beperkingen onder ogen te zien en zachtmoedig te aanvaarden, om de spirituele wetten te begrijpen, om elk onaangenaam gevolg als een gezond medicijn op te vatten, om geduldig dit pad van innerlijke groei te gaan en bereidwillig vol te houden, om God boven alles te stellen en te beseffen deel van een groter geheel te zijn, om zichzelf voor een ander te openen, om het beste van zichzelf aan het leven te geven, om eerlijk op zoek naar de waarheid te zijn en dan voor zichzelf verantwoordelijkheid te dragen. Een nederige houding is een belangrijke voorwaarde voor spirituele ontwikkeling. Maar wanneer nederigheid wordt geblokkeerd, dan splitst deze goddelijke kracht zich in de dualiteit van trots en minderwaardigheid. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema's uit de padwerklezingen de waarheid over nederigheid onderzoeken. Ik begin met het eerste thema. Nederigheid en waardigheid gaan hand in hand. Waardigheid, een gezond gevoel van eigenwaarde, is een goddelijke eigenschap en de vervorming ervan is trots. Vanuit de onjuiste opvatting dat een trotse houding waardigheid uitstraalt, houden we bijvoorbeeld hardnekkig aan een standpunt vast. Op een gezonde, volwassen manier ongelijk durven bekennen, vraagt ware nederigheid. Er is een zekere edelmoedigheid voor nodig om ongelijk te kunnen toegeven. Deze houding verschaft juist waardigheid. Nu volgt een citaat uit padwerklezing 37. Echte waardigheid gaat altijd hand in hand met uiterste nederigheid. Als de drijfveren van je ego zo sterk zijn, dat de eigenzinnigheid voorop staat of overheerst, kan daar alleen maar uit geconcludeerd worden dat je trots bent, en dan kun je niet waardig zijn. Voor zover er in je ziel eigenzinnigheid, trots, ijdelheid, egoïsme en dergelijke aanwezig zijn, wat ook altijd angst met zich meebrengt, kan er geen sprake zijn van waardigheid. Wie zich op bepaalde momenten als daarvoor terecht aanleiding bestaat, nederig kan opstellen, bezit werkelijke waardigheid. Einde citaat uit padwerklezing 37. Het tweede thema. In nederigheid zijn activiteit en passiviteit in harmonie.
Wanneer we de spirituele wet van oorzaak en gevolg aanvaarden, dan zoeken we de oorzaak van problemen niet langer in de buitenwereld, omdat we beseffen dat we de situatie zelf gecreëerd hebben. Dat is ware nederigheid, een gezonde passieve kracht. Tegelijkertijd zet nederigheid een gezonde actieve kracht in werking, die ons stimuleert alle verantwoordelijkheid te dragen. Er is bereidheid eraan te werken en wij hebben de vechtlust om deze problemen te overwinnen. Nu volgt een citaat uit Padwerklezing 40. Ware nederigheid is passief, waar het de tijdelijke moeilijke periode accepteert in het besef dat je het jezelf hebt aangedaan, maar is daarnaast ook volledig actief in een bereidheid om aan de vervorming te werken, te vechten om die te overwinnen en de eigen verantwoordelijkheid voor al het lijden zo direct mogelijk te erkennen. Zo moet de samenwerking zijn tussen de actieve en passieve stromingen, harmonieus en niet anders. Einde citaat, het Padwerklezing 40. Nu volgt het derde en laatste thema. Nederigheid is je onvolmaaktheid aanvaarden. Hoe vrij we uiterlijk ook mogen overkomen, we zijn innerlijk een slaaf, zolang we voor iedere onvolmaaktheid terugdeinzen. De gulden middenweg is het helder waarnemen en het zonder weerstand aanvaarden van de tekortkomingen van onszelf en anderen. Een goede graadmeter voor de mate waarin we in alle nederigheid onze onvolmaaktheid aanvaarden, is de mate waarin we rustig blijven onder de zwakheden en onvolmaaktheden van anderen. Nu volgt het laatste citaat uit Padwerklezing 234. De nederigheid om perfectionisme op te geven, de eerlijkheid om de prijs te betalen voor je langzame ontwikkeling tot een echt volmaakt wezen, zijn onmisbare voorwaarden. In feite zijn het al aspecten van volmaaktheid. Het lijkt misschien paradoxaal. Door nederig je beperkingen en je onvolmaakte staat te accepteren, door er creatief, opbouwend en op specifieke punten naar te kijken, zodat je ze gaat begrijpen en verbanden gaat zien, brengt je de goddelijkheid binnenin jou al tot uitdrukking. Einde citaat uit Padwerklezing 234. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn website aquariusmens.nl. En voor meer video's ga dan naar mijn YouTube-kanaal Aquariusmens. Ik wens je vrede en alle goeds. Dank je wel.